Arne, Ja. mystery vuilzak of 1 dollar? Dat maakt het al. Nee, ik ga voor de vuilzak. Ik heb gekozen voor de mystery vuilzak. En je ziet het. Zit er vuil in? Of zit er iets anders in? Het is echt wel heel zwaar. We gaan eens een snuffeltest doen. En het stinkt niet. We gaan gewoon rammelen. Kom op. Als allereerste, ik ga niet spieken. Ik ga voelen. Oh, hier voel ik iets hard zitten. Het is. Oh ja. Een battle figure. Zo heb ik er al een paar in mijn collectie zitten. Deze zijn wel leuk om gewoon op mijn rek te zetten om te verzamelen. Bijvoorbeeld Pikachu, die heb ik volgens mij al. Maar nu hebben we dus Absol ook om bij de collectie te steken. Ik heb voor deze video ook 4 Shining Packs voorzien van Pokémon. En op die manier kunnen we dus afwisselen. Mystery vuilzak, Pokémon pack. Mystery vuilzak, Pokémon pack. Jullie snappen het. In de zak voel ik 2 zachte dingen. 1 van de zachte dingen ga ik er al uithalen. Oh. Ik hou van deze Squishmallows. Dit is een Clefairy Squishmallow. Jullie zagen misschien voor de aandachtige kijker mijn Pikachu Squishmallow al op de achtergrond liggen. En ik gebruik die echt vaak. Klinkt raar, ik gebruik die vaak. Maar ik bedoel, ik lig daar echt vaak tegen. Ik speel daar soms mee. Allee, dat is gewoon een oprecht een goed kussen ook gewoon. Maar nu heb ik dus een nieuwe aanwinst. De Clefairy. Ik heb een plaats gegeven langs Pikachu. En dan hebben we binnenkort gewoon heel mijn bed vol liggen. Terug de zak in jullie. Wat heb ik hier nog meer? Oh. Ja, het volgende is iets heel leuk. Als volgende hebben we de Surprise Attack Game. Waar je gewoon kunt battlen om te kijken wie de beste trainer is. Dit is dus echt een leuk spel. Met 1 of met 2. Ik verkies met 2. Ieder uw klein stationnetje met een pokeball. En dan een grote draaiknop. En hier heb je uw levensbar. Om te beginnen zetten we de levens allebei op 0, zodat we eerlijk starten. En Maya en ik gaan battelen. De mijne is Totodile. We hebben het beeldje erin geklikt, dat is ook dus echt simpel. Zo kun je dus ieder battlefiguurtje hier gewoon inzetten. En voilà, die klikt vast. Op die manier, hier heb je zo'n een haakje wat je open en dicht kunt doen. We klikken die even vast. En dan heb je hier die 3 badges liggen. We hebben eentje die je hierin gaat moeten zetten en die 2 andere die laat je er buiten achteraf. Ik ga kiezen voor die, zullen we gewoon zonder te kijken kiezen. Oké, voor mij gaat het deze zijn. Die is best oké, zie ik. Die klik je dan hierin vast. Wacht even, ik zie niet goed. Ja, voilà. En dan kan dat draaien. En dat is dus heel belangrijk, dat het kan draaien, want op die manier gaat je aanvallen uitvoeren. Maya, aan u de beurt. Kies een van je badges en hang hem erop. Water en volgens mij, ja, u is ook wel echt krachtig. 1 vleermuis is 1 attack, 3 is 3 attack. En het stopbord is dat je de aanval van de andere kunt cancelen. We mogen beide de pokeball dicht doen en aandraaien. Dan hoort je een klik. Voilà. En nu kunnen we battelen. 3, 2, 1, battle. Ik heb 2 attack, dus haal uw levens er maar af. 2 tikjes. 1, 2. En hoeveel heb jij? 3. Oh man, 3. Ik hoop dat ik niet ga verliezen. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ik heb. Op de lijn is opnieuw. Op de lijn is opnieuw. Dat is een nieuwe regel. Nee, dat was de regel. Oké, ik ga dan even opnieuw. Oh, ik kan uw aanval cancelen. Je hebt 1 damage, maar die wordt gecanceld. Dus we gaan opnieuw battelen. Wat krijgt de winnaar, Maya? Oh, ik cancel je aanval. Jij cancelt mijne. Opnieuw. De winnaar mag het volgende Pokémon pakje openen en houden wat erin zit, oké? Okay? Jij maar eerst. Ik wil het spannend houden. Canceling. Oké, ik hoop dat ik ook een. Cancel. 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 Oh man. Wow. 2. Nee, als het in het midden is, moet je. Nee, dat is niet in het midden. Als je goed kijkt, ziet je dat die hier is. 2 ja. Damage. 1. 2. En jij hebt er 1, dus ik moet eentje. Nu staan we volgens mij gelijk. Nee, ik moet er nog. Ah ja, we staan gelijk. 2. Cancel. 1. Cancel. 2 damage. Cancel. Oh man. Cancel. Go! 2. 2. Oh, het wordt spannend. 2 eraf. 2 eraf. We hebben ieder. We hebben ieder nog maar 1 leven. Gaat jij winnen? Ja. Nee! Attack! Damage cancelled. Yes, anders was ik dood, jongens. Anders was ik dood. Attack! Cancelled. Woo! En nu komt mijn ultieme battleslag. 3, 2, 1. Iron Tail. 2. Het is gelijk. Ah, gelijk spel. Goed gespeeld. Oké, ik ga eens een Pokémon pakje openen. Het is tijd voor Shining 2.
Het zou vet zijn. Ah, trouwens, ik mocht die van Maya openen. De codecard heeft al de juiste kleur. Roll it aan de voorkant. Ik ga 4 naar voren doen. Om het spannend te houden. En dan gaan we eens checken. We hebben Lightning Energy. Trainerkaart, trainerkaart. Die kan ik niet zien. Roll it, Eevee. We gaan als laatste hebben. We hebben Nickit. Grammarant. En als laatste. Oh, een Boss Orders. Trainerkaart. Tijd om te grabbelen. Er zit echt nog veel in. Ik voel iets zacht. Ik voel iets hard. Ik ga dit keer voor iets hard gaan. Een grote harde en een kleine harde. Ik ga voor de kleine. Oh, we hebben de deluxe editie van de Machamp Battle Figure. Die kan ik plaatsen langs mijn Absol Figure. Dat is wel nice dat ik er nu 2 heb. Ik ga ook voor het tweede pakje gaan. Trampinch aan de voorkant. Oh, weer een goede. Hé, hey, maar daarna dat ik toch een juist gekleurde codekaart heb ik geen holographic gekregen. Is het dan niet bij deze set dat het met op die manier werkt? Eens kijken, we hebben weer al veel trainercards. Eens kijken wat die zeldzame kaart gaat zijn. We hopen gewoon op die Charizard, maar we hebben opnieuw geen vette. De Jan Mega. Kom, we gaan nog eens grabbelen. En ik ga opnieuw voor het kleinere gaan en we eindigen met dit grote ronde ding. Eens voelen. Oeh, het is eigenlijk niet klein, het is echt een grote doos. Kom op. Het is, oeh, ondersteboven. We hebben de Battle Figure Multipack van Pikachu. Op de achterkant zien we de andere figuurtjes die we kunnen verzamelen. Deze horen bij de Clip and Go set, deze bij de Battle Figure. Hier hebben we bijvoorbeeld die Absol van daarnet. Maar we gaan het eens openen. We gaan eens kijken hoe die beeldjes eruit zien. 8 verschillende beeldjes van Pikachu. En ze hebben allemaal een andere houding als, ja, het zijn battlefiguurtjes, dus ze zijn aan het vechten met andere Pokémon. Hier zijn ze van dichterbij. Ik vind er wel een paar leuke tussen zitten. Maar deze hier is wel echt mijn favoriete. Zullen we eens gaan kijken wat de rest van de vuilniszak nog te bieden heeft? Eerst nog een Pokémon pakje. Tot nu toe hebben we nog geen hits kunnen vinden in deze leuke set, dus ik hoop wel dat het beter gaat gaan in pakje nummer 3. Ik ga gokken op grasenergie. Yes, nice. Daar hebben we al juist. Opnieuw de ball guy. Eens kijken. Grammarant. Koffing. Hebben we een pool, een hit. Iets beter dan niks blinkend. Laatste kaart is opnieuw de Boss Order. We hebben nog maar 1 kans op een goede kaart. En als ik het goed heb, ook nog maar 1 kans op iets leuks uit de Mystery Vuilzak. En dat is deze grote Squishmallow. Ik voelde al iets heel zacht. We hebben een Teddy Ursa Squishmallow. En zijn oor blijft hangen. Even helpen. Valasse, wauw. Deze is ook gewoon zo groot als de Pikachu hierachter. Oh, ik vind deze kleur wel heel leuk. En het is precies alsof ze iedere keer gewoon weer zachter en zachter worden. Het is officieel. Mijn bed is nu volledig vol met Squishmallows. Welke vinden jullie het leukste? Ik ga toch voor de nieuwste Teddy Ursa. Zo groot, zo zacht en een mooie bruine kleur. En nu, om te eindigen, het laatste Shining Fates pakje. Ik hoop dat ze ermee gaan toekomen om toch 1 mooie hit te vinden. We gaan opnieuw 4 naar voren doen. Ik heb daarnet gras gezegd. Daarom ga ik nu steel gaan. Oh, lightning energy. Kom op, geef me 1 blinkend kaartje. Het moet niet eens een V-kaart zijn. Gewone holo ben ik al blij mee. Maar toch iets dat blinkt. Eevee. En we hebben geen geluk met de packs. Gelukkig hebben we wel geluk gehad met de mystery box. Mystery vuilzak bedoel ik. Al deze spullen liggen nu voor jullie in de winkel, dus haast jullie. Bedankt voor het kijken mensen en tot de volgende keer. Doei!